In deze film wil ik het eigenlijk een beetje hebben over met welke versie van Photoshop of Lightroom je nu werkt. Ik krijg namelijk regelmatig vragen toegemaild. Nou, hartstikke prima, hartstikke leuk en ik beantwoord ze ook gewoon. Maar ik merk toch dat er vaak een vraag is uh, van mijn kant uit terug met de vraag: welke versie van Photoshop of welke versie van Lightroom gebruik je? En dan krijg ik vaak de nieuwste. En dan blijkt het achteraf toch niet zo te zijn. Dus ik maak even een filmpje over hoe je nu kunt controleren. welke versie van Photoshop of Lightroom je gebruikt. Een indicatie krijg je eigenlijk al bij het opstarten van het programma. Als ik bijvoorbeeld Photoshop CC 2020 opstart. dan zie je dit opstartscherm. Je ziet een meisje onder water met een knuffelbeer. En Photoshop wordt vervolgens opgestart. En dit laat ik even gaan voor wat het is. Ik sluit dit weer af. Start ik nu bijvoorbeeld Photoshop CC 2021 op, dan zie je dat ik een ander scherm heb. Waar het eerste meisje was, zijn het nu twee flamingo's. En als Photoshop is opgestart, dan ziet het er eigenlijk ongeveer wel weer hetzelfde uit. Maar hoe weet je nu zeker welke versie van Photoshop je echt hebt? Dat vind je hierboven heel eenvoudig bij de help en dan heb je daar info over Photoshop staan. Klik je daarop, dan staat daaronder de versie. 22.0.0 in dit geval. Eventueel zou je ook nog op systeeminfo kunnen klikken, krijg je nog veel meer getalletjes te zien, maar daar staat ook bovenin de versie. En zo werkt dat ook voor Lightroom. In Lightroom heb je hier de help, en dan heb je daar over Lightroom Classic. En dan zie je dat ik versie 10 gebruik. En de versie van mijn camera RAW is versie 13. Want dat zijn op zich twee verschillende dingen. Dus je ziet, anno januari 2021, ik gebruik niet de allernieuwste versies. Is op zich ook niks mis mee. Zo controleer je dus welke versie van Lightroom of Photoshop je hebt. Als ik naar de Creative Cloud Software ga, dan zie je daarin ook het overzicht van de apps die je geïnstalleerd hebt. Ik maak het even een klein beetje groter. Je ziet bij mij bijvoorbeeld dat ik Photoshop versie 21 eh, heb geïnstalleerd en dat die up-to-date is. Maar er is inmiddels ook een Photoshop versie 22. En daar is een update van beschikbaar. Dus die zou ik kunnen installeren. Ook mijn Lightroom of mijn Lightroom Classic, daar zijn ook updates voor. En die moet ik eigenlijk allemaal nog gewoon draaien. En dat komt ook wel weer goed. Dus nu weet je waar je kunt controleren welke versie van Photoshop je hebt. Maar als je de vraag krijgt welke versie heb je, zeg dan niet meteen de nieuwste, maar kijk eerst bovenin even welke het precies is. Bijvoorbeeld in versie 2020 van Photoshop zat het filter lucht vervangen nog niet. En toen dat net uit was, kreeg ik vaak de vraag van ik kan het niet vinden. En als mensen dan uh, vertelden welke versie ze hadden, was het altijd ja de nieuwste. En dat bleek dan achteraf vaak toch niet zo te zijn. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!